Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video waarin ik geleid word om een boodschap te channelen. Zoals je weet, weet ik nooit waarover, of toch meestal niet, dergelijke video's niet over waarover dat gaat, maar laat ik me leiden door wat dat er komt. En het eerste dat we krijgen is de keys. Dus we zijn on een quest. We zijn bezig met een migratie. A relocation, dependable. Know where you're going, leaves no one behind, cyclical, faithful. En we krijgen ook nog de bal. Oeh, we hebben in de rond. De bal. Dus het eerste was de keys. Nu de bal. Met, wat staat erop? Heavy, way down, codependency, trapped, restrictions, addictions, unhappy union or marriage, emotional baggage. En wat hebben we dan nog? De eagle. Met challenge, the status quo, longevity, regal, proud, opportunity, new hope, clear vision, perspective over het verleden, de heden en de toekomst. En dan hebben we de fox, met self-interest stelt, deceit, trap, redhead, sharp, sleight of hand, something's off, wrong, cunning, sly, crafty, and the hummingbirds. Het is mooi om te zien dat er verschillende... dierenkaarten zijn. En bij de hummingbird staat er enjoyment, be present, rapid response, resilience, nectar, sweet goodness, life out of negativity, lightness of being. Hetgeen wat ik voel is dat we, zeker als je op pad van een tweelingvlam loopt, is dat je mag gaan beseffen dat dit echt een reis is. Een avontuur is die jou soms een keer echt wel gaat het gevoel hebben dat je echt vast zit. Maar het is belangrijk dat je niet laat leiden door alle verkeerde leugens en ideeën die er zijn in de ego, die er verteld worden. Want eigenlijk is dat niet de waarheid. Het is belangrijk dat je focust, daarom komt ook de eagle eruit, dat je focust op de dingen die je voor je ziet, de dingen die je voelt. En dat je je weer gaat gaan verbinden met het lichtheid van de hummingbird. Hè? Dat je in het nu blijft en dat je eigenlijk ook heel snelle verandering verwacht. Er staat ook letterlijk bij de hummingbird, lift out of negativity, lightness of being. Dus dat is hetgeen dat je te doen hebt om de funk waar je nu in zit, waar je de energie waar je nu in zit, om die te... om die om te keren, om die waar de union waar je in zit, of misschien de karmische relaties voor jou of voor jouw partner, waar je in zit, om die te gaan veranderen. Want zoals jij weet, en zeker als jij de vrouwelijke energie bent, een vrouwelijke energie leidt altijd, maar ik er altijd, vanuit eenheid, dus vanuit de energie en de mannelijke energie volgt. Dus we krijgen de chariot, maar omgekeerd. Dus er is nog geen eenheid... hier in deze connectie. We krijgen ook de magier. Er is dus geen eenheid. Nog geen eenheid. Ik heb wel het gevoel dat er in bij de vrouwelijke energie, dat die daar begint te komen. Maar de mannelijke energie is nog niet helemaal daar. Ze zijn wel al bij al, laten we zeggen, op pad van bewustwording. Maar nog niet helemaal ja, waar ze zou moeten zijn. Dus het is daarom dat er ook nog stukken, karmische stukken in zitten. Oké, nog boodschap. Oké. De 8 van de zwaarden met interference, maar omgekeerd. Ja, er was ook sprake van karmische relaties. Dus andere partijen. Dat kan zijn over geld, dat kan er zijn bepaalde copingmechanismen. Attrapment, omwille van luxe en geld, dus materiële attachments. En wat zien we ook nog? Hebben we 9 van discs, dus gain, maar ligt ondersteboven. En de 10 van bekers, maar ook ondersteboven. Dus de keuzes die gemaakt geweest zijn in het verleden, hebben ervoor gezorgd dat er wel op een korte termijn wel een aantal wensen vervuld waren. Maar dus is eigenlijk vanuit een verkeerde energie dat die verbindingen en die keuzes gemaakt worden. Vandaar dat er ook geen eenheid kan zijn. Dat wordt ook niet toegestaan. Dus het leek erop dat jij of je partner dat door de keuzes had gemaakt en dat dat de juiste keuze was.
En ik ga eens zien. Ja, dus vooral met een vrouwelijke energie heb ik het. Nee, ik heb nog geen teken gekregen van de mannelijke energie. Maar ja, sowieso gaat er daar ook weer spiegeling zijn natuurlijk. Maar dat is de keuzes die gemaakt geweest in het verleden. En ik kan ook heel veel pijn hier op dat moment. Dus de keuzes die gemaakt geweest zijn gericht naar de buitenwereld. Dus vanuit je zonnevlecht. Hebben jou de schijn gegeven dat het jou heel veel overvloed ging brengen. Dat het jou heel veel vervulling zou brengen. Dat jouw rijkdom en wat dan ook zou brengen. Maar eigenlijk ben je een stukje in de valkuil gelopen van het ego. Ik ben aan het kijken. Oké, welke schaduw kan ik? Wat is de schaduw? Als je ook hier pijn voelt in je zonnevlecht, dan kan je gewoon ook doorheen ademen. En dan kan je ook vragen aan de universele vlammen om die stukken van jou, dus de schaduw van jou, die mogen geheeld worden, om die al te transformeren. Dus dat zien we. Ja, de voelkaart ondersteboven. Dus je bent eigenlijk nog maar weer heel als nieuw op de... op deze reis. Waarom? Omdat je eigenlijk een stukje opgeleveld bent. Dus dit is de wereldkaart met renewal, met een hergeboorte, herincarnatie. Dus je hebt het idee van, oh, ik moet hier helemaal opnieuw binnen. En alles wat ik voor gedaan heb in het verleden, dat heeft niks geholpen, wat dan ook. Ja, voor een stuk is dat zo. Maar eigenlijk, al die dingen die je daar geleerd hebt, kun je meenemen in dat nieuwe leven. In die nieuwe incarnatie, in die nieuwe... eigenlijk op een verhoging, op een hogere tijdslijn. Dat was dat ik zocht. En dat gaat je helpen om veel meer in je kracht te staan. Maar vanuit die hogere energie. En vanuit een zuivere verbinding met je hogere zelf. Ik ga even zo uit en inademen. Om die pijn die hier nog wat vast zit los te laten. Als je wilt, kun je ook gewoon mee ademen mee. En ik vraag dat alle energieën die niet van mij zijn en die mogen getransformeerd worden, dat die getransformeerd worden naar optimaal. Ik roep de universele vlammen aan voor mij en iedere kijker die nood aan heeft. Voor dit, voor ieders hoofd te betrokken. Dank u wel. We zien we de hartjeskaart met Great Big Love. Uiteindelijk moet je erin blijven geloven. Als je er niet meer in blijft geloven en vanuit resentment en vanuit angst en vanuit pijn wegstapt, dan ga je blijven in dezelfde loop en dezelfde cirkel altijd maar blijven draaien. Dus het is belangrijk dat je eruit stapt, dat je naar een hoge tijdslijn kan gaan. Dat is te veel. Kijk weer opnieuw. Het Break Big Love. Dus dat is een hele belangrijke. Focus altijd. Het is een keuze uiteindelijk. Om altijd te focussen op liefde. Om keuzes te maken vanuit liefde. En om dat neer te zetten en hier te zijn. En misschien we een burst of magic. Oeh, waar is de camera hier? Een burst of magic. Hoe meer dat je het is ook een 12 kaart, het is ook einde. Hoe meer dat je de energie en de magie gaat zien en gaat toelaten in je leven, hoe meer dat je ook letterlijk die dingen gaat gaan zien. Wacht, ik ben eventjes mijn kaart aan het nemen. Je kan die ook bestellen via de linkjes onderaan de video. Wat is het nog dat we moeten weten? Om terug naar eenheid en liefde te komen. Wat moeten we nog weten om terug naar eenheid en liefde te komen? Wanneer je diep lief hebt, voel je de essentie van het leven. Het is al een tijdje geleden dat ik ze nog gebruikt heb. Stop met denken. Voel en wees gewoon jezelf. En een zielsconnectie creëert kracht. Wat ook leidt om de
kaarten met de universele vlammen te gebruiken. Dat is het eerste stuk en 2 van die deks. Deel 1 en hier deel 2 met de hele achtergrond. Die ga ik als zakjes gebruiken. Wat is de boodschap van universele vlammen? En dan gaan we eindigen straks met de vlammen. Waar zijn ze trouwens, mijn kaarten? Daar. waarin dat ik dan aangeef met welke energie dat je eigenlijk deze week of zolang je het voelt kan gaan werken. Stop met jezelf te saboteren. Tja. Integreer meer je mannelijke en je vrouwelijke energieën. Ik ben overal en altijd beschermd. En dan de hele kaart, en dat is eigenlijk deel 2, maar ook mijn boodschappen. Gechanneld van de universele vlammen. Zuiver verder alle ballast uit. Dus net daarom gaan we straks, ga ik meegeven met welke vlammen dat we gaan werken. Als er nu alle kleuren zijn die in opkomt, dan is dat ook de vlam die jij nodig hebt. Elke vlam is verbonden met jouw energiesysteem. Werk meer samen. Ja. Dus als je dat ook wilt, dan kan je ook het programma Universele Vlammen gaan volgen. Daarin leer je werken met de 7 hoofdvlammen. Dus dat zijn 7 modules. En dat is een programma verspreid over 9 weken. Waarbij je de basis eigenlijk meekrijgt. Maar natuurlijk gaan we al onmiddellijk een stukje verder. Want in de verschillende weken, dus de verschillende modules, krijg je ook extra transmissies die met andere vlammen te maken hebben. Zodanig dat jij eigenlijk meester wordt over jouw proces en dat je niet meer afhankelijk bent van andere coaches of healers voor jouw eigen bewustwording. Dat het eigenlijk volledig op jouw tempo kan, dat je ook de vlammen kan leren gebruiken om je manifestaties aan te trekken en met emoties te leren omgaan, jouw ideale partner aan te trekken, een nieuw huis, het maakt niet uit wat dat is. En nog een boodschap, wees bewust van je emoties, maar laat je niet misleiden. Ja, dat is ook iets wat hij leert, ook in dat programma, waarin hij leert om op een goede manier jouw emoties in te zetten. Als je de cursus online manifesteren met elementen al aangekocht hebt, dan ga je, op de training, mag niet uit wat je het noemt, dan ga je weten dat er verschillende elementen zijn in het manifestatieproces. En emoties is daar één van, naast gedachten en energie en het fysieke natuurlijk. Pardon, maar je moet er ook heel veel angst rond loslaten. En angst is ook altijd maar één van de emoties die oppervlakkig aanwezig is, want er zit er altijd nog iets onder. Dus door dat bewust te zijn, op een diep niveau eigenlijk verder gaan healen en je tegelijkertijd ook nog weer veilig gaan voelen. Dus als deze kleur tot jou spreekt, of aartsengel zatkeel, dan is dat ook hetgeen dat je nu nodig hebt of kan gaan gebruiken. Zeker als je je niet veilig voelt in jezelf, niet veilig voelt in je eigen lijf, je niet thuis voelt in je eigen lijf, is dat eigenlijk wel een hele goede kleur, een hele goede vlam om iets samen te werken. Je kunt ook gewoon de aartsengel roepen, je kan... Als je bijvoorbeeld zegt, ik heb meer moed nodig, kan je zeggen, ik wil de vlam, de energie van moed aanroepen. Dus je kan zelfs ook energie van een bepaalde kristal aanroepen, zonder dat de kristal fysiek bij jou aanwezig is. Dus ook daar, zet jezelf niet vast. Zeg, als je ergens wilt beginnen, begint dan met mijn boek 96 vlammen. Daar vertel ik jou wel meer over de universele vlammen. Zie je eens welke kleur dat er ook weer dezelfde vlam als daarnet. En ook weer dezelfde, ja, ook weer zetkweel met gratitude, dus dankbaarheid. Dus toon dankbaarheid, wees dankbaar voor je leven. Wees dankbaar voor de lessen die je leert. Wil je een reading? Wil je een healing? Zet je vast? Wat heb je vragen? Maakt mij niet uit. Stuur me gerust een mailtje of zet je comment onder de video. En dan ga ik altijd antwoorden en kijken op welke manier ik je verder kan ondersteunen. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik wens je alvast een fantastische maand. Het is de maand van de liefde. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En zorg vooral goed voor jezelf. Dag!